was van jou, hè? Ja, dat was van mij. Zeg eerlijk, Bonde. Ik schreef, dat was van mij. Als ga ik hem stressen. Kijk hem stressen. Yo. Kom eraan, man. Zie je zo. Yes. Zakaria, hoe is het, Zakaria? Ik wil kraa. Lekker. Gisteren. Met jou? Lekker, man. Lekker, Bik. Wat was je aan het doen? Ik was helemaal niks aan het doen. Was je aan het chillen? Nee, ik kom van school, toch? Oh, moest je naar school? Ja. Oh, lage school is toch niet zo laat uit? Nee, klopt. Goddelop. Hij is al begonnen. Oh man, mooi man. Leuk dat je er bent, jongen. Thanks, man. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk, gezellig. Als je maar niet aan me zit, dan vind ik het goed, nee, man. Nee, Zag je niet die auto? Ik zeg, kijk rechts. Nee, je zegt eerst kijk links. Oh ja, klopt. Je hebt gelijk. Dus ik kijk naar daar. Ik denk, hoe zie je mij als je links kijkt? Ja. Kijk wel, we hopen dat deze het wel doet. Geen alcohol zit erin en zo. Nee, dat mag jij toch niet, gek. Jij mag alleen Ranja. Ja, worden dat de jokes vandaag? De kinderjokes? Nee. Jij mag toch geen dingen nog? Alcohol. Wat heb je hier ook van mee gepleegd ofzo? Dit is van mijn komaf, ja. Kijk, dat is niet normaal. Helemaal gebarsten. Hè? Maar hij doet het niet. Nee, ik ging porno maken met mijn vrouw. Ik kreeg stijve lul, ging niet kapot. Gek gast. Even kijken hoor, timelapse. Ja, video man. Dit is hem. Hij doet wel. Ja, dit is een andere friend. En je filmt ook de weg voor je? Ja, natuurlijk. Wat denk jij? Denk je dat alleen bij Ahmed Akabi heb je alleen één camera? Hier niet, vriend. Hier is gewoon. Kazabel. Wat een loser, jongen. Dus je moest naar school? Wat is dat? Op mijn voorhoofd. Kan ik hier uitstappen gewoon veilig? Ik weet niet, mijn broer. Ik ben met jou, hè? Ik ben wel Andy van der Meijden. Andy van der Leijden. Dan moet je wel een verkeerde. Hey, jullie hebben geen idee wat Andy zo direct gaat meemaken. Kom even zo, ja? Ja. Kijk, dan doe je zo. Eerst even het gaatje vinden. Ja, zo. We hebben wel vaker last van, hè? Het gaatje vinden. Oh, laatste tijd wel, man. Alleen thuis niet. Kijk, jongens, kijk. Ja. Helemaal goed. Maar eigenlijk ben ik wel boos op jou, man. Waarom? Ik kwam jou tegen bij... Moet je omhoog als zie je de weg niet? Nee, ik zie het wel. Ik kwam jou tegen bij de opening van de Ambiance Harder bij Bobisse. Je groet me niet niks, man, maf Kees. Echt wel, ben je vergeten? Nee, helemaal niet. Ik zeg hallo tegen jullie meteen weg, want je ging naar huis of weet ik van waar je heen ging. Ik zat er net aan te denken nog, gek. Ik heb jou hand gegeven, idioot. Nee, helemaal niet, man. Dan vraag maar aan Mo. Mo was er niet eens bij, klootzak, hij was binnen. Het ding was ook bij, hoort die. Hoe heet hij nou? Dutch Performante. Klopt. Ja, daar ging je hand geven. Ben je vergeten? Hè? Had je alcohol gedronken? Ja, Ranja. Had je gedronken, Oelda? Had je gedronken, Oelda? Ja, man. Heb je gewoon lom? Ik heb mijn gordel nog. Goed zo, anders voor de wagen. Vlieg ik door de voorraad. Oh, heb ik geen kindersetje nodig nog? Wie? Jij? Ja. Je kan hem omhoog doen, hè? Nee, maar heb ik geen kindersetje nodig voor, anders haalt de politie. Oh. Ik graag hem ook niet. Zou jou sowieso aan, vriend. Maak net kindersetje of niet? Je wordt gewoon aangehouden. Je hebt krullen, zo. Je bent Marokkaan, dus je wordt gelijk. Het is gewoon jaloers dat je kaal bent. Ja, dat was maar waar, joh. Ik heb ook krullen, maar daar zit ik op. Ja. Waar woon jij? Amstelveen? Ja, man. Zal ik je daar afzetten? Nee. Oh. Nee. Hoezo dan? We gaan hier een rondje in de buurt maken. En dan? En daarna Westerpoort even afzetten, als kan. Gaat hij gelijk in die rol van mokker maken? Nee. God, zo, ik kan ook zeggen, nee, ik kan beter daar en daar. Nee. Godzomer. Sorry, hoor. Hey, hoe is dat dan, als je dan nu dan zo'n grote rol hebt, hè? Mm-hmm. En doen mensen anders tegen je ook op school en zo? Ik zit net op een nieuwe school, dus ja, ik ken ze ook niet daarvoor, dus ik weet niet hoe ze tegen me zouden zijn. Ja, zo. Als ik ze niet ken. Maar hoe is dat dan op school? Gaan ze wel een foto met je maken en zo? Nee, want ik zit bij ze in de klas. Nee, maar anderen dan, die je daar zien lopen? Of nee, kijk, ik zit op een theatershow. Oh, en... ja. Oh, dit is die theatershow, ja, hier. Ik dacht,
basisschool. Nee, maar dit is die theaterschool dus. Ja, en waar moet ik heen? Oh, rondje rijden? Ja, rij gewoon een rondje. Ah, tos. Ik ga gewoon rijden. En wat wil ik nou zeggen, man? Theaterschool. Oh ja, ik zit in theaterschool en het zit bij het, vast aan het ROC, zeg maar. Het is een opleiding in het ROC. Ja. Maar we krijgen niet les in het ROC zelf. We hebben een aparte gebouw voor alleen ons. Dus ik zie weinig mensen van andere opleidingen en zo. Oké. Okay. Ja. Dus je hebt een beetje geluk daarbij. Ja, geluk. Ja. Is het wel dat mensen jou veel herkennen op straat? Jawel, man. Ja. Je hebt wel een mooie bril, hè? Astos, toch? Joey Bravo. Is het Astos? Ja, man. Ik heb ook Astos, ik zweer het je. Ik weet het. Deze. Kijk, ja. Van Joey Bravo. Deze is top ook, hè? Die doorzichtige. Ik heb een beetje reclame maken voor Joey. Hij heeft het al zo moeilijk. Dan ben ik Mike de Boer. Staat hij me mooi? Ja, het staat je. Zeg eerlijk, hè? Wat zijn Oela? Oela. Dan hou ik hem op. Speciaal voor, hij is wel vies, ik moet mijn vrouw maken. Hey, dus ja, lekker man, je gaat lekker hè? Jawel man. Zo, lekker bezig zijn en lekker, hij speelt goed. Vind je? Ja, ik vind je echt goed spelen man. Oké, dank je. Ja, echt, vind je echt. Je bent een heel andere persoon dan als normaal. Ja? Ja, daar ben je toch iemand anders. Ja, klopt, maar ik weet niet, ik zit net 2 seconden bij jou aan de auto, ja, man. Hoe ik, weet ik je? Heb jou al eerder gezien en zo gesproken. Wanneer heb je mij gesproken? Toen we daar bij de dier gingen, bij die hoer in Amsterdam. Dat gaat hij zo tegen. Hé, hey, maar hoe is het met die vriend van je uit Groningen? Heerveen. Oh, Heerveen, komt de Heerveen, ja. Kerim, ja, gaat lekker. Kerim? Ja, man. Hij speelt het niet meer, hè? Hij spookt nu, toch? Hij is het geest van... Nee, Spook van Oost noemen ze dat, toch? Je zat laatst toch met hem bij dat pleintje. Als je chickie was geweest, gaat hij met hem praten toch? Ja. Maar jij bent toch van de meiden? En die van de meiden? Ja, vroeger man, nu niet meer. En die van de meiden? Ik ben nu meer van de jongens. Ja, kan ik nog uitstappen? Nee, mooi man. En hoe lang duurt die opleiding? Die, 3 jaar. 3 jaar? Ja. Oh, en moet je dat, hoe moet ik dat voor me zien? Wat doe je dan? Ga je dan repeteren? Ga je dan op... Nee, kijk, we doen veel dingen. We doen. Dit is nog echt. Beginjaar, dus je leert van alles de basis. Dus ik krijg bijvoorbeeld ook gewoon danslessen en zo. Oh, oké. Okay. Want je moet je lichaam een beetje leren kennen, wat je kan, wat je niet kan, wat je moet trainen. Ik krijg fysiek les, stemles. Vooral mijn stem, ik heb een beetje een heze stem. Ja, ja. Dus dat is ook, ik denk, een van mijn lastigste vakken op school is gewoon stemles, omdat ik daar moeite mee heb. En wat moet je dan doen? Accenten, je moet met accenten praten, je moet verschillende toonhoogtes kunnen. Ja, ja, ja. Je moet bijvoorbeeld dat je een zin krijgt en dan doe je bijvoorbeeld met alleen de klinker I. Dus alles met de I, alles met de A, alles met de O. Apart hè? Ja. Maar dat was jij wel gewend toch met je accent? Is een mooi auto. Is een mooi auto. Is gewoon een mooi auto. Is gewoon mooi. Is schoon. Is leuk. Is leuk. Ja. Heb je auto rijlessen? Mag je nog? Heb je bureau? Ik wacht eigenlijk gewoon op CBR. Ik heb alles al gedaan. Oh, het duurt lang nu 4 maanden of zo, hè? Nee, joh, gek. Telegraaf stond het. 4 maanden? Nu ja, dus wachttijd 4 maanden voor afrijden. Nee, joh, kan niet. 4 weken of zo, denk ik. Heb jij wel les al gehad? Nee jongens, 4 maanden, kijk maar staan. Ik heb net al gekeken op Telegraaf. Ik ga het zo even zoeken. Wat dan? Heb je rijbewijs nog niet? Ik heb ze zo lang, hè? Ik zweer het. Ik heb nog nooit onderzoek gemaakt. Hoeveel kilometers maak je, jongen? Ben jij? 80.000, 100.000 denk ik. Zo. Ja, veel, veel. Elke auto die rijdt moet na een jaar weg? Ja, in een half jaar moet hij ze weg. Want dan staan veel... Maar je hebt samenwerking met BMW, je toch? BMW, ja. BMW? Wat zou je zeggen? Ja, BMW. Wat zei ik dan? BMW. Ja, ik was aan het zoeken, mooi. Je weet wat ik bedoel. Heb je vriendinnetjes? Heb je vriendinnetjes of meerdere? Nee. Eentje? Nee, vriendje? Ja, vriendje wel. Vriendjes. Karim? Nee, Karim is ver, man, voor mij. Ik moet toch elke avond wat kunnen, jongen. Okay. Die Walid heb ook goede tegenspeelster, hè? Wie, Walid? Walid. Ja, Sinem heet ze. Yeah. Sinem? Is het Marokkaans? Turks. Is echt Turks. Yeah. Speelt ook goed, hè? Ja. God, ze speelt heel wij goed. Spelen allemaal goed in Mokro Mafia, jongen. En die kom op. Maar mij speelt heel goed. Dat is echt niet normaal. Die andere ook, hoor. Hoe heet ze ook weer? Samira. Maar ze heet Zineb hier, hè? Zineb komt bij mijn auto. Ja? Ja, volgende week. Dus ik heb niet tegen mijn vrouw gezegd. Maar wat je dacht, ik doe even een Mokro Mafia reeks. Eerst Joey, dan ik en dan... Ja, is toch mooi? Ja. Want jullie zijn hot nu. Die zijn echt top, man. Dankjewel, man. Ja, en doen ons best. En hoeveel seizoenen gaat het nog door? Dat weet ik echt niet, man. Hoe vaak moest je naar Ahmed op kantoor komen? Voor ik mijn rok reed.
in school. Moet je kontje geven? Zeg hele wonder. Zeg maar, broer. Zo, je hebt een dikke bos aan. Hé, wat doe je allemaal, man? En ik heb goed gedaan voor jou. Sorry. Zit je hier al heen? Je was naar kapper geweest gisteren. Ja, en je hebt gezien, je hebt instant gehad. Ja. Maar je volgt me nog steeds niet, hond. Ik volg jou al lang, vriend. Oh, oké. Okay. Nee, ik volg je echt. Soms volg ik je niet, maar ik volg je wel op Instagram. Tot na de video, dan kan ik me weer verwijderen. Nee, anders nooit, komen. Nooit. Ik vind je een lieve jongen, man. Echt. Thanks, bro. Ik zie het, ik ga niet raden. Ik ben gewoon normale mens. Ik vind jou een topgozer. Dankjewel, man. Echt goed. Ik hoop dat we jou nog veel jaren zien. Ciao. Mokro Mafia, maar niet echt de Mokro Mafia, maar gewoon op Videoland. Ja, toch? Hey, en je familie, hoe reageert je familie erop? Dat jij acteert zo en zo goed doet? Mijn familie vindt het leuk. Ze vindt het leuk dat ik iets heb gevonden wat ik leuk vind. Omdat vroeger ik wist echt niet wat ik wou, weet je wel. Ik wilde topsport doen, maar. Dus ik heb geen voetballen. Basketbal, eerst, toch? Nee, eerst voetballen. Basketbal, bij mij alleen gelijk. Ik deed eerst basketbal, laat me mijn oortjes ook uitdoen. Ja, ik dacht al. Hey. Ik dacht, heb je hoorapparaat of zo? Nee, maar. Leuk voetbal, hè? Ja, eerst voetballen. Daarna ging ik stoppen met voetbal, ging ik kickboksen. Ja, je hebt gezien. Ja. En dat vond ik echt leuk, ben ik ook echt lang mee doorgegaan tot corona kwam. Toen kreeg ik een soort, ik weet niet, geen zin meer of zo. Ja, ja. En nu acteren. Hmm. Ja, man. Tot hoe lang acteer je nu? Ongeveer? 2 jaartjes? Even kijken. Zo kort? 3 jaartjes, man. Zo kort, hè? 15. Meen je niet? Ja, man. Dan is het echt gewoon wat al in jou zit, gewoon talent. Ja. Het is niet zeg maar, dat kan gewoon. Het is niet dat je iets geleerd hebt, het zit gewoon in jou. Het zit in mij. Ik heb ook wel gewoon goede hulp gehad. Okay. Weet je wel? Gewoon opzet, et cetera, tijdens repetities. Gewoon van goed ijs? Aangeven. Niet alleen van ijs, maar zelfs van ijs heb ik af en toe gewoon een kleine hintje gegeven. Nee, gekregen. Niet. Tuurlijk. Oh, ik niet verwacht, man, van hem. Hoezo niet? Hoezo niet? Goeie gozer. Nee, moet je zeggen ook. Ik hou van hem. Nee, ik loop de oude hoeren. Ja. Maar hij speelt ook goed, toch? Ja. Maar hij is echt goed ook, man. Maar echt, hij speelt Maar wat echt. Wil je richting Groningen gaan? Nee, je wilt toch naar Karim toe? Hey, maar, nee, we gaan zo weer terug, joh. Ja. Heb je haast of zo? Nee, man. Als je moet ben je Holland, dan moet je 5 uur eten of zo. Nee. Zolang. 6 uur doen in Nederland. Adams met piepen. Adams met varkenslapje of zo. Ja, heerlijk, man. Nee, maar 18 jaar? Ben je dus nu 18? Ja, man. Oké. Okay. Dus rijbewijsje binnenkort. Woon je nog thuis? Ja. Blijf je nog even thuis wonen? Ook? Ja, zeker. Even lekker mama lekker de taxi maken en zo. Ja, waarom weg? Ja. En sowieso, de komende jaren zit het wel nog even vol met die huizen, dus... Ja, sowieso, ja. Je moet wel even een goede contract pakken, man. Nee, ik zit wel goed, joh. Ja? Doe je al een beetje sponsor dingetjes, zo? Ja, banlieu kleding, maar dat komt zo meteen. Maar voor mij ook nog? Nee, niet voor jou, Andy. Voor de kijkers. Ah, top, man. Dat is mooi. Ja. Ja, dat is een mooi merk, banlieu. Ja, echt, zeker, man. Toppers. Ja. En, sinds eigenlijk, net voor het Mokro Mafia uit was, waren ze al meteen helemaal cool met mij. Ik zit ook vaak met een van de eigenaren, eten van wat gezellig. Ja, toch? Ja, hij zegt het al, dat jij groter zou worden. Ja, niet qua lengte, maar gewoon. Ja. Maar serieus, wat is er veranderd tijdens je bekend bent geworden? Dat je echt van, mensen zijn gek geworden. Als je naam met rust zegt. Wat is er veranderd? Ik doe veel meer. Ze willen wat van je. Willen ze doe even dit, doe even dat. Nee. Heb je ineens meer vrienden erbij? Of meer vriendinnetjes? Ik heb wel veel nieuwe mensen leren kennen. Maar dat komt gewoon puur omdat jouw netwerk ook gewoon breder wordt. Je weet wel. Vroeger was ik alleen in Amstelveen. Ik ging Amsterdam niet eens in alleen zelf, zeg maar. Meen je niet? Ja, man. Ik had alles in Amstelveen. Dus wat moest ik doen in Amsterdam? Ja. Vroeger was het ook gewoon voetballen, school. Weer naar buiten, met vrienden voetballen en dan was het naar huis. En wat deed je toen? Gewoon een beetje voetballen en naar school weer naar huis. Ja. En nu gewoon kom je gekke dingen, ga je naar... Nu krijg je leuke evenementen aangeboden. Ja. Er is altijd nu wel wat te doen, weet je wel. Dus dat is goed, dat is leuk, gezellig. Hoe komt dat litteken hier? Scooterongeluk gehad, man. Weet je niet? Ja, man. Wanneer? Pas? Even kijken, wanneer was ik terug in Nederland? Eind januari. Dus ik denk zo in februari.
maandje geleden zo. Ja, je hebt niet zo geluk met scooters, hè? God, Sam, wat dan? Die kerel ook al aangereden? Welke kerel? Die regisseur? Ja. Was niet eens mijn fout, hè? Nee? Nee, nee. Wat dan? Liep hij ervoor? Hij heeft zo'n camera scherm in zijn hand, zodat hij mee kan kijken wat er opgenomen wordt. Ja, ja. En hij ziet dat de camera draait en dat hij bijna naar hem toe komt. Dus hij kijkt alleen op zijn scherm en niet naar wat er gebeurt. Ja, 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 ja. Dus hij loopt, denkt hij uit shot, maar hij loopt juist net voor mij. Ja, ja. En ik kijk naar Kerim toe, want dat was dat shot. Want ik weg naar hem kijk en wegrijd. En ik ga vol in hem. Ja. Ja, man. En toen lachen, iedereen lachen? Tuurlijk. Tuurlijk. Schrok je niet? Tuurlijk wel. Ik denk, hey. En in Nova Zemmel, Nova Zemmel, is dat? Ja man, die toch. Captain Nova man. Captain Nova, ja. Ja, ja, Captain Nova. Hij is weer wat is dat voor, waar gaat het over? Het is een beetje een science fiction film, het gaat over het milieu. Tenminste, er zit een boodschap achter wat te maken heeft met het milieu. Mm. Maar er is een noodramp, ja. Dus in de toekomst, dus in 2050. Is er geen water meer, alles is uitgestorven, et cetera. Dus iemand daar in de toekomst die gaat treitreis maken om die noodramp die dat veroorzaakt heeft tegen te gaan. Okay. En die avonturen, et cetera, daar ben ik bij betrokken. Ja, daar zit Ben je hoofdrolspeler? Ja, man. En wat is dan. Wat wil je nog eens maken? Wat zou je nog eens willen maken? Welke film? Ik wil zelf sowieso wel een keer een film maken of een serie. Produceren? Ja, man. Nou, niet produceren, maar gewoon een beetje creative. Producer, dus gewoon een beetje het verhaal bedenken. Uh-huh. Ik ben ook gewoon ondertussen gewoon allemaal verhalen wat ik in mijn hoofd heb opschrijven. Meen je niet? Ja, man. Altijd handig, waarom niet? Ja, tuurlijk. Slim. En maar waar ik zelf in nog zou willen spelen is bijvoorbeeld zo'n... even kijken, ken je... zit wel pas toevallig net in de bioscoop, heet Blacklight. Blacklight? Ja, het is een soort undercover agent. Ja. Maar meer richting de James Bond kant. Oké, ja. Maar het is ook niet helemaal James Bond. Nee, net iets realistischer. Dus dat zou ik een keer willen doen. Voor alles en nog wat, man. Ik vind het echt leuk. Want ik bedoel, ik doe nu ook presenteren bijvoorbeeld. Bij Nickelodeon. Oh ja, bij Nickelodeon. Ja. Samen met Nikki, Nienke van Dijk. Maar dat is niet vast. Dat is gewoon, af en toe krijg ik productie met haar. Yeah. Maar ik ben nu ook officieel host bij hem. Het kan ook zijn dat ik een keer een eigen iets ga doen. Meen je? Ja, man. Lekker, man. Gaat goed, hè? Jawel. En die dingen, alhamdulillah, op die... op Finland heb je ook nog iets, toch? Eigen serie of zo? Spin-off. Wat is dat? Wat heb ik nog niet gezien? Dat is eigenlijk een soort van introductie van mijn karakter. Omdat, ja, anders is het zo van, wie is deze gozer en waarom de fuck is hij er ineens in seizoen 3? Oké. Dus een klein beetje van achtergrond... informatie en zo. En voetbal vond je ook niks? Voetbal vond ik juist heel leuk. Alleen als je op een bepaalde leeftijd komt, dan ga je denken van. Je gaat keuzes maken van. Ja. Denk je dat je het echt gaat redden en dat soort dingen? Ja. En toen dacht ik van. Beter iets anders proberen. Ja, we dachten beter lekker hamburgers eten. Hamburgers ook, ja man, heerlijk. Van varken. Doe even jezelf zonnebrilletje op, Staat je net zo goed bij, met zonnebril bij Maar dat is te donker voor die... klopt. Voor je beeld toch? Ja, maar je bent knapper met zonnebril. Dus. Ja, vind je? Als we met z'n tweeën zijn, doe ik hem op. En wat moet je doen dan nu, zo meteen? Ik heb gewoon met een paar vrienden afgesproken, maar het is lekker weer toch, Gendy, vandaag? Ja, zeker. Geen kattenkwaad uithalen, hè? Nee, man. Je weet, man. Wie vind jij echt goed in Mokkenbak? Ik vind meerdere mensen echt goed. En dan heb ik het over een... ik vind Paus heel sterk. Dit Paus, hè? Paus sterk. Ik vind Taxi, Ilias Taxi. En die vriend van Taxi. Ken je hem? Taxi is ook goed. Die vriend van Taxi? Ja. Die in de serie Vriend is. Ja, met die baardje. Hem vind ik goed. Ik vind die Skoto-agent vind ik goed. Die Nizar. Oh, ja. Die Shikem. Die snitch. Hoe zeg je dat? Shikem. Shikem? Ja, Shikem. Dat is snitch in Marokkaans? Ja, gewoon, ja, snitch. Ja. Oké, snitch. Snitch. Volgende keer in Marokkaans moet je toch even Shikem. Oh, ik krijg gelijk ruzie. Shikem. Je hebt toch kara?
Kra. Ja, je bent een kra. Wat is dat? Je bent kaal. Is dat kra? Ja, van kra betekent kaal. Dat zou ik wel heel kijken. Ja, zo. Hey, je hebt ook nog een broertje of zo, zusjes? Een broertje en drie zusjes. Allemaal jonger dan jij? Ja. En hoe vinden die dat dan? Kijk eens naar jou. Ik vind het leuk, ja, tuurlijk kijk ze naar mij. Hoe vind jij het zelf als je jezelf ziet? Ik kan niet veel naar mezelf kijken. Ik ook, man. Ik heb het ook. Oh, man. Ik word gek, man. Ja. Ik zweer het. Gaat je toch irriteren aan iets? Ja, en je stem is anders dan dat jij zelf hoort. Mijn stem is sowieso anders. Ja, ja. Nee, maar dat is apart, hè. Als je dat... ja. Vooral in het begin had ik dat, toen ik mezelf net zag op televisie, dacht ik van, wauw, je bent wel knap, maar die stem, joh. Wat vond je tot nu toe de leukste aflevering van jouzelf? In de auto? Ja. Ja, allemaal. Nee. Je kan toch wel eentje echt dat je echt vond die leuk en echt gezellig. Ik vond Mitchell Dijks ook goed. Vond ik heel leuk. Voetballer. Ja. En kijk jij nog voetbal of niet? Nee, hè? Alleen een beetje die grote wedstrijden zoals Champions League. Ja. Ajax, Feyenoord, dat soort dingen. Ajax, Feyenoord ook. Jij komt Apeldoorn toch? Ja. Maar ben je dan wel voor Ajax omdat je daar ook gespeeld hebt? Of ben je dan iets wat daar in de buurt is? Nee joh, daar heb je niks in de buurt. AGOV vroeger. Zonde man, maar ik ben... Ik heb 13 jaar, nee, kijk hè. Ik heb bij Ajax wel 10 jaar. 10 jaar bij Ajax gespeeld. Ik ben gewoon Ajax zien. Maar ik kijk alleen Ajax. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat... Hoe lang geleden was je bij Ajax? 40 jaar geleden. Heb je serieus? even kijken, 2003. Dat is 20 jaar geleden. Was dat toen je voor het laatst daar speelde? Ja. Ja. Dan heb ik jou niet gezien. Nee. Ik ben geboren in 2004. Ja, toen was je geboren. Oh, echt een jonkie, man. Ik zo'n leven voor je nog echt mooi. Daarom, Andy, genieten. En wat wil je dan? Wil je later? Wat wil je later? Doe naar het buitenland, man. Hoe bedoel je buitenland? Daar acteren. Daar acteren, daar wonen. Ja. Ja, man. Gezinnetje lekker. Ja. Ciao. Veel kinderen. Veel kinderen weet ik niet. Ik denk aan 3, 4 zo. Dat is niet veel. Bro, veel. Bij één vrouw? Ja, tuurlijk. Veel oefenen? Nogal? Kijk, hier zit ik op school. Eigenlijk zou je mij hier ophalen vandaag. Ja, waarom moet ik dan weer naar die kant, jongen? Omdat ik daar geëindigd ben. Jongen. Oh, het is wel lekker weer, Amsterdam met zonnetje, hè? Ja, ik zei het vandaag toevallig nog. Wanneer het zonnetje schijnt, vind ik Nederland en mooier en vrolijker. Ja, man. Mensen, alles en iedereen komt weer naar buiten. Ja, alles zie je weer. Ja, man. Echt, die is ook leuk, hè? Die bureau, hè? Die wil ik ook hebben. Waarom? Je rijdt in een BMW, gaat? Ja, voor mijn zoon wil ik. Heb je zoon? Ja, zoon. Wat? 15 jaar. Ja, je wacht dan toch? Jaartje wachten. Ja, hij wordt bijna 16 al, man. Dus moet even kijken. Kan je niet eentje jatten voor me dat ik naar Abdo ben? Saf, je komt goed aan me. Gewoon reken ik half dan de prijs voor je. Ja, kan toch? Kom, makkelijk. Die bieren zijn top, man. Zit alles in, een radiootje en zo. Weet ik niet. Ja, er zit een radiootje in. Echt leuk. Ja. Heb je geen scooter? Die scooter is niet meer heel? Nee, of man. Had je geen scooter? Ik heb een scooter. Vespaatje gewoon? Ja, alleen er lekte olie en dat had ik te laat door. Oh. Ben ik op een gegeven moment gaan rijden zonder olie, heb ik een vastloper gehad. Ja. Moet wel goed nat zijn, hè? Snap je? Hier in school. Je school, ja? Ja, man. Even kijken. Oh, wat bang, man, met al die auto's hier. Waarom ben je bang dat ik een krasje maak? Ja, toch? Ik kan echt goed rijden, hoor. Ja, dat mag ook wel als je zo oud bent. Zoveel heen en weer rijdt. Echt, hoor, de hele dag op de weg. Tanken? Oh, benzine duur is toch niet normaal, man. Alleen in Nederland, hè? Je kan het gewoon declareren en zo, toch? Ja, dat doe ik ook. Ja, wel. Maar toch, je moet wel elke keer tanken en elke keer wordt steeds meer en meer. Het wordt wel minder nu, hè? Ja, het zakt wel een beetje, maar het is toch niet normaal, man. Bro, ik ging naar Glory. Ja? Voor Badr en die Rozek, die Paul. Ik rijd daar naartoe. En op de terugweg zie ik gewoon 1,60 euro voor benzine en zo. In België. Ja. Maat. Ja. Ik vond het gewoon weer even raar om te zien. Ja, is het niet normaal? Het is alleen in Nederland volgens mij zo duur. Nee. Ja, niet alleen in Nederland. Waar nog meer dan? Duitsland? Duitsland ook niet. Nee, Duitsland sowieso niet. Duitsland is ook echt zo'n autoland. Ja. Oh, van jou, man. Wat dan? Een beetje file voor jou. Ja, het gaat wel verduren. Maakt niet uit, toch? Zit gewoon lekker relaxie in de autobahn, dat je kletsen. Ontspannen, kalm, we zijn met Andy. Ja toch. Heb je geen vraag voor me voorbereid of zo? Nee,
Wat denk je? Ik ben geen journalist, Bas. Ik merk het, man. Moet je dat ding nog weggeven of niet? Wil je dat nu doen? Ja, doe maar. Zeg maar, wat is dit? Banlieue, petje? Het is gewoon een banlieue, ja, man. Ik heb een petje. Ja, toch. Banlieue. Hadden ze alleen maar één petje? We hebben maar, hoeveel kijkers wil je weggeven? Wat ik wel misschien nog kan doen. Hey, dit is wat, nee hoor, schapje. Het is... Nee, maar wat ik serieus. Ik kan misschien wel een kortingscodetje regelen. Doen we auto 10 of zo. Okay. Kijken wat ik kan regelen met hun. Oké, okay. En dan moeten ze jou volgen op Instagram? Nou, niks moet, man. Nee, niks. Je wil winnen wel. Je moet dan wel wat voor terug doen. Ze moeten jou volgen, Andy. Nee, hoeft niet. Ja? Ik vind het goed zo. Laten we zeggen dat ze in ieder geval Banlieue moeten volgen. Banlieue. Kom, die jongens komen uit Rotterdam, hè? Ja. Doe dat goed, jongen. Die gaat... Zeker. Dat is een mooie kleding, man. Het is een mooie corduroy, een beetje nieuwe weer, hè? Nieuwe, is het nieuwe... Ja. Op een gegeven moment zit mijn hele kledingkast alleen maar vol met... ja, hè? Ja. Stuur elke keer op, hè? Ja, of ik ga er zelf naartoe. Heb je een stiftje? Dan kunnen we ook wel signeren. Ja, man. Stiftje heb ik. Doe hier op de zijkant zo. Leuk. Ja, of daarvoor op die klep. Welke klep? Doe maar weer. Hier, gewoon zo aan de zijkant toch? Ja. Doe maar even tikken. Weet je hoe je naam spelt? Het is niet alleen maar naam, grap. Kijk eens. Even doen, even volgen mij volgen. Tuurlijk moet je mij volgen. Instagram, YouTube, ben in de auto. Marwan, even volgen. Marwan Mefta. Toch? Mefta, hè? Mefta, ja. Sterk. En dan bel je even volgen en dan maak ik als dit petje en dan stuur ik hem even naar je toe. Top man, dankjewel. Graag gedaan. Echt lief. En hoe heet het? Ja? Ik wilde dat zeggen. Oh ja. Nee, ik weet eigenlijk niet meer. Wat was ik aan het vertellen? Ik weet het niet meer. Man. Maakt niet uit, jongen. Ik weet niet meer. We hebben wel een goede tijd gekozen, man. Ja, top man. Dat kon je niet eerder. God, samen, hé. Half 5, zegt hij. Ja. Ik zeg het nog gisteren. Ik dacht, oh, lekker man. 4:30 moet pas daar zijn, weet je. Dan heb ik de hele dag nog lekker thuis. Lekker toch? Kon ik denk ook aan jou, man. Ik ben om 2:30 weggegaan. 2:30. Misschien is mijn kind wegbrengen, daarna naar jou toe, bij een andere plek. Eerst mijn kind wegbrengen, daarna een kind ophalen. Je bent gek, hier. Première. Johnny Story 3. Wat is dat, Johnny Story? Dat is goed, alles weet. Ja, je bent wel slim, toch? Jij hebt MAVO gedaan, toch? VMBOT, ja. VMBOT. Ja, ja, en dan TTO, dus zo'n Engelse ding erbij. Maar ik zeg je eerlijk, school, ik hou te veel van praktijk doen. Dus. Ik heb ook ADHD, hè? Oh, dus ja? Ik kan ook niet te lang stilzitten. Heb je die vandaag thuis gelaten? Nee, wat dan? Merk je dat ik rustig ben? Heb je pilletje genomen? Nee, ik slik die dingen niet. Nee, hè? Ik werd daar, ik wil niet zeggen depressief van, maar ik ging veel huilen en zo daarvoor om de kleine dingen, weet je. Oh, meen je? Gevoelig. Ik werd heel huilerig en moe en laks en... Ja, man. Oké. Okay. Dus ja... ADHD is heel druk. ADD is weet dat je heel rustig bent, hè? Ik heb ooit die stempel gehad, maar verder heb ik geen idee wat dat maar betekent, joh. Nee, hè? Ja. Ben je daar, moest je daarvoor op dingen en zo? Hoe bedoel je? Gesprekken en zo met iemand? Ja, ik had wel gewoon zo van die... Ik was een vervelende jongen vroeger, Andy. Echt? Geloof ik niet. Nee, serieus. Maar niet vervelend als in domme dingen doen buiten. Nee. Maar vervelend als in heel veel katten kwaad. Dus mensen plagen. Gewoon een vervelende jongen. Ja, ja, gewoon, ja. Gewoon kleine dingetjes, zeg maar. Gewoon mensen... wat je echt doet op jonge leeftijd. Ja, alleen ik bleef er een tijdje in hangen. Het is gewoon mensen rippen en zo. Gewoon... Ook pinpasfraude, auto's nakken. Noem het maar op, man, Andy. Allemaal gedaan. Jij denkt dat je veilig bent. Ja, je bent veilig, piek. Die auto gaat zo mee, grap. Oh, wat tering. Je hebt weer een baard, hè? Zie je dat? Een baard? Schaam maar, jongen. Je hebt een mooi schilletje, jij, hè? Ah, lief, man. Ja, toch? Heb je baard groei? Nee, nog niet. Oh ja, een beetje die bakkenbaarden zo. Ja, ja, ja. Maar gisteren weggehaald bij Joe de Barber, toch? Wie? Joe de Barber. Wie is dat? Leuk man, jongen. Echt een grap. Is dat die kale? Hij is echt goud. Hij is kapper, maar hij komt net uit Marokko. Oh, meen je? Ja, maar er zijn Nederlands is zeg maar... Oh, een beetje zoals... Maar Andy, lachen wat ik doe als ik zit in die stoel, jongen. Ja, ja, ja. Ja, echt lachen. Zegt hij, dus gebrekkig Nederlands praat hij gewoon. Ja, dan vertelt hij me over wat voor overvallen die heeft gepleegd en zo. Echt? En bij wie die nog van plan is. Oh, kan je even... Welke fietsen die gestolen heeft. Tip geven als hij bij de buurt komt. Ja, zo. Kijk, gaat wel sneller, zie je dat?
Wat voor auto wil je laten? Ik hou een beetje van een hoge auto, een beetje om te compenseren met mijn lengte, toch? Ja, ja, ja. Dus een Range Rover, een matzwarte Range Rover. Maar later, kijk, ik weet niet wat er nu nog nieuw gaat komen, et cetera, je weet toch? Ja. Maar voor nu, als ik niet zeg maar gek moet denken aan een Lamborghini, et cetera, zou ik een hoge Mercedes of een hoge Range Rover. Ja, BMW ook. Een hoge Audi. Ja, die BMW X5 vind ik ook wel een mooie, ja, trouwens. Dik. Ja, die BMW X5M, die is dezelfde motor als deze, 625 pk. Dat is niet normaal. Lekker grap. Ja, die is echt top. Die wil ik ook, man. Volgende keer. Want dit is ook die contactloze. Je hebt geen sleutel nodig. Nee. Maar hoe doe je hem dan op slot als je de auto rijdt? Gewoon een knopje drukken. Wil je? Oh, hier. Kijk. Hier gaat hij op slot. Uh-huh. En zo gaat hij open? Ja, en als je gewoon zeg maar eruit gaat, heb je gewoon de sleutel toch. En dan druk je op slot en gaat hij op slot. Jee. Wat ben je aan het doen? Kijk hoe die dingen werken toch? Van wie? Wat? Even controle. Nee. Hey, je bent niet echt van de kleding, toch? Gewoon trainingspakjes alleen. Ik zag je toen met zonne-smoking. Ik ben wel gewoon van de normale kleding. Alleen het is comfortabel. En op mijn school, ik moet verplicht zwart dragen. Huh? Ja, omdat je dan het meest neutraal bent. Moet ik hier af, hè? Maar je hebt navigatie gezet, toch? Ja. Je moet hier ja, af. Ja, Zaanstad, sowieso hier eraf. Het zit te lullen. Ja. Nee, maar dus ik moet neutraal zijn. Hoezo zwart? Omdat ik neutraal moet zijn. Want als ik, stel voor, ik moet een serieuze advocaat spelen. En ik loop in een gekleurde, weet ik veel wat. Ja, ja. Kom meteen niet meer geloofwaardig over. Nee, niet. Dus vraag gewoon aan jou of je elke keer zwart aan wilt naar school. Ja. Dus die heb je gewoon dan 5 dagen in de week aan? Nee, ik heb toch wel meerdere setjes. Ik weet ook echt niet wanneer ik jou serieus moet nemen of wanneer niet. Jan de Neukert. Je bent lief knappe gozer, man. Echt. Ja? Ik kan me niet voorstellen dat jij vroeger zo vervelend was, man. Ik denk, nee, ik kan echt. Ja, man. En zo lief en bescheiden en netjes en goed opgevoed. Sowieso wel goed opgevoed. Ja? Wat voor opvoeding had je? Beetje wat? Netje respect en zo. Ja, tuurlijk. Mijn ouders zijn heel erg op respect. Respect voor ouderen. Respect voor anderen en ook respect voor jouzelf. Ja, ja, ja. Dat is ook heel belangrijk. Je weet toch, mensen vergeten soms dat je respect voor jezelf ook moet hebben. Ja. En dat is echt zo, ja. En wat hebben mijn ouders mij geleerd? Gewoon naar school gaan, werken voor je eigen centjes. Niet onafhankelijk zijn, dus niet afhankelijk van andere mensen. Ja, ja. En tot de dag van vandaag leer ik van mijn ouders. Ik leer van mij over mijn religie. Ik leer over mijn religie. Ja, wel een strijdje. Ja, dus religie, ja? Religie, natuurlijk, is heel belangrijk. Ben je er veel? 5 keer per dag? 5 keer per dag, ja. Netjes, man. Ja. Oké. Okay. De anderen hebben geloof in Toto en de anderen hebben geloof in een god. Ja, gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde. Snap je? Toch? Anders was het echt saai, man. Ja, misschien soms ook wel even beter, toch? Beter? Ja, dat is wel lekker saai zijn. Saai mag ook soms toch? Ja, ja, tuurlijk. Iedereen wil altijd. Misschien mag het wel wat minder, ja. Iedereen wil altijd zo uniek zijn en zo origineel en druk en wel. Soms is saai ook wel goed. Ik hou van chillen. Gewoon lekker chillen. Gewoon ouwe hoe in de auto dan naar huis. Lekker eten, rustig gaan, lekker met de familie. Uiteindelijk willen we allemaal liggen in onze bed en lekker slapen. Ja. Oh, ben ik blij als ik straks naast mijn vrouw mag liggen, man. Heerlijk. Dikke reet van me. Oh. Gek op dikke reten. Jij? Dat is jouw kwaliteit, hè? Zeg maar, elk serieus gesprek een beetje eindigen met een soort grap of zo. Ja, het is echt zo. Zodat die lucht blijft. Ik hou echt ervan. Ik ben vrij met dikke reet. Ik hou echt van de dikke reet. Ja? Kijk, ja, je hebt mannen die vallen op tieten, op borsten of wat dan ook, of gezicht. Maar ja, ik ben echt. Ik hou van een grote kont. Jij? Waar hou ik van? Ja, waar hou je van? Ik weet niet. Kijk, weet je het is, bro? Soms is KLM gewoon beter dan Transavia. Ja. Maar als je met de auto gaat, ben je er altijd toch iets langer over weg. Ja. Maar voor de rest, de motor ook fijn. Hoe vind je een vrouw aantrekkelijk? Wat moet aantrekkelijk zijn aan een vrouw? Wat moet mooi zijn? Weer dat puntje zelfrespect. Vrouw, gewoon niet zo'n uitbundige vrouw. Nee, gewoon rustig, chill. Ja, gewoon relaxed. Een werkende vrouw. Je moet ook doelen hebben in het leven. Ja. Zelfstandige vrouw.
uiteindelijk. Iedereen is anders, Andy. Qua uiterlijk? Qua uiterlijk... voor nu zeg ik Marokkaans. Ik hou echt gewoon van Marokkaanse dames. Ja. Maar laten we zeggen Arabisch. Je weet toch, het kan ook zijn Algerije. Uiterlijk, krullen vind ik ook mooi. Krullen stijl, maar stijl vind ik ook mooi. Niet te veel make-up. Je weet toch? Niet te sletterig. Ja, dat ook niet. Oh, wat een lekkere kale hond van me! Het is gewoon traject hier, bro. Ja, wat ik stoer. Ik kan gewoon opsturen, hoor. Ja. Gewoon betalen, vriend. Betalen. Mag ik, kan je je nummer doorgeven? Kan ik ook mijn poeders doorsturen? Jongen, je hebt mijn nummer, hè, nu? Ja, nu wel, hè. Godsamme, niet exposen, wat zei je tegen haar? Moet ik je af? Je hebt een navigatie. Ja, ik moest hier af, man, zie je? Oh nee, deze andere. 900 meter. Ander. Nee, helemaal niet, deze eraf. Nee, hier kijk hier af. Dat is half weg, zie je? Dan ben je half weg op die weg. Dus ja, je moet vol, hè? Het kwadraat van rechts. Kijk. Ja, ja daar ben je goed. Was je goed in? Wiskunde en zo, hè? Ja, toch? Ja, wiskunde ben je goed in, hè? Ja, ik was goed in wiskunde, et cetera. En Frans pikte ik ook wel snel. Frans taal. Maar voor de rest, Nederlands was ik best wel slecht in. Duits kon ik helemaal niks van. Ik begreep er helemaal niks van. Eén keer was het die, dan was het der. Dat was het. Ja. Al die onzin. Ik spreek met der Hitler. Wow, Andy, kom op, man. Het is er van Mokko af, ja. Eén aflevering heet zo. Een taxi. Ja. Taxi is leuk, hè? Taxi is goeie, man. Ja, taxi is goeie. Taxi is goeie. Zag je hem slaan met die. Met die. Op die taxi. Met die? Met die koevoet. Dat was gek. Leven is kapot, man. Leven is kapot, Oele. Geen appen, ik kom eraan. Misschien, och, okay. Je hebt wel leuke vriendjes, godsamme. Je kan het niet eens zien, grap. Ik heb zo'n, hoe heet het, scherm, dat je niet aan de zijkant kan meekijken. Die moet ik ook hebben, maar als ik dat erop doe thuis, ik krijg gelijk klappen van Frans. Yes, wat is dat gek? Wie weet, Apple. Ja, ik wil wel meekijken. Doe je veel op social media? Sinds kort? Kijk, ik weet dat het nu gewoon een beetje belangrijk is, ook voor mij. Je weet toch, het is ook wel een reden dat het bij mijn werk hoort. Maar ja, vind je dat in de backstage? Nee. Maar ik ben gewoon heel veel snap, man, Andy. Weet je wat ik ook tegenwoordig zie? Mensen die dan voorspellingen gaan doen over de serie, wat er gaat gebeuren. Ja? Omdat ze ooit toevallig bij een opname waren, hebben ze het gefilmd en zeggen ze die gaat dood, dat gaat dood, et cetera. Nee. Weet je wat, ik heb gehoord dat ik dood ben. Mensen lullen zo veel, jongen. Dat is leuk, jongen. Oh. Mensen houden van sensatie. Oh, tuurlijk. Jongens. Echt, zo. Vooral met die TikTok nu. TikTok ook, ja? Ja. Ik doe niet zoveel op TikTok. Huh? TikTok doet niet zoveel. Begrijp ik. Ja, maar TikTok is wel... Is ook niet voor oude lullen? Jawel, dat is veranderd. Vroeger was het echt voor kinderen. Er zijn nu heel veel mensen die overgegaan zijn naar TikTok. Omdat TikTok is een van de grootste social media platformen van de wereld, hè? Wist je dat? Dat kan ik best geloven. Ja. Dus hun zijn de grootste. Maar ik vond het echt gezellig met je, dus... Topper, ik vond het ook echt gezellig met jou, maar geen grap. Dankjewel. Jongens, die Andy. Oh. Blijft altijd Andy, jongen. Altijd. Altijd dezelfde blijven, altijd. Belangrijk. Je zit mijn brand, ken je mijn brand ook? Dat is ook een van de wijste lessen die ik continu krijg, hè. Ja, altijd. Voordat dit alles begon, want hun weten natuurlijk hoe en wat. Ik vind deze gek, zo. Hoi, joh. Wat was dit? Maat, grap. Wat was dit? What the fuck was dat? Was van jou? Nee, dit was echt niet van mij, man. Wolle, zeg wolle. Broer, voel mijn hart, jongen, man. Wat? Je wordt nog steeds gevolgd, hè? Nee, grap. Wel politie, man. Serieus? Van jou, hè? Ja, was van mij. Zeg eerlijk, bommen. Ik schreef, was van mij. Als kijk eens de rest. Kijk eens de rest. Ze waren van mij. Wat zag mij. Ik? Ik ging gewoon rijden, hè? Ja, ik zag het, grap. Wow, ik ga niet stoppen, vriend. Ik stop niet. Hier is de app, mijn jongen. Wat zegt hij?
bel ze, bel. Bel hem. Kanis, man. Mislukt, vriend. Bro, hij zet hem ook fucked up neer, ja, jongen. Ja, maar als hij gewoon rustig naast me had gezet, zo, dan was er niks aan de hand. Maar hij zet hem zo, toen dacht ik, huh? Ik kijk, wat de fuck gaat hij doen, gek? En toen zag ik ze bewegen, toch? Ik denk, hey, nu bro, wil ik... Bro, jij hebt geen idee, bro. Je hebt geen idee wat ik met jou zou doen, hè, bro. Wat dan? Ik zou ze... Waarom denk je dat jullie vroeg van, hoe gaat die ding open? Oh, tuurlijk. Ze zouden instappen, zou je helemaal gek maken en daarna zou ze een partypopper ploppen, man. Bro, die... Bro, jullie zijn dom, jongen. Laat het zien. Hoe, hey, wie heeft die buggy... Dat was wel mooi, dat was wel mooi. Wie zet die buggy zo neer, gaf? Ja. Je moest hem maar naast zetten. Je moest hem maar naast zetten. Ja. Jammer. Oh, hij zit achter ons. Wat denk jij? Zag je mijn gezicht kijken? Ik denk, hij gaat schieten toch? Ik denk, hij gaat schieten toch? Maar deze heb je nog nooit meegemaakt. Ja, jongens, dit was niet normaal. Ik schrok zo erg, ik had gewoon een hartslag 300. Ik denk wegwezen hier. Als je mijn gezicht ook zag, ik denk nee. Ik deed een beetje zo, ik denk als hij schiet, dan moet hij maar schieten. Ik dacht dat hij pistool zou hadden. Ik denk, maar ik ga gewoon niet aan de kant, ik ga gewoon gas geven en rijden naar huis. Vol gas weg. Niet normaal, top aflevering. Bedankt voor het kijken. Jezus Christus, man, wat erg. Ik doe echt hartslag 300. Kleine marmer, vuile hond dat je bent. Hou van je vrienden. Dat was al.